Cor Molenaar, naar een fantastisch vierde kwartaal online zijn we nu in 2016 voorbereid. PostNL heeft lekker gedraaid in 2015. Wat vind jij dat de goede voornemens moeten zijn voor 2016 van dat bedrijf? Ik denk dat PostNL voor een mooie uitdaging staat, een hele positieve uitdaging. Als ik kijk naar wat in de retail gebeurd is vorig jaar, dan begint iedereen besef door te dringen dat retail aan het veranderen is. We gaan steeds meer online kopen. Als ik zie dat de online verkoop van speelgoed al 30% is, van kleding 20%, schoenen 20%, consumentenelektronica 50%, die moet allemaal thuisgebracht worden. Daarnaast zie ik dat er een druk staat op de logistieke sector. Men wil het sneller hebben en men wil het betrouwbaar hebben. Dus de uitdaging van Post.nl is, hoe kan ik sneller leveren en betrouwbaarder leveren? Nou, bij sneller leveren is de integratie van nieuwe technologieën. Dan denk ik toch ook aan drones. Ik denk aan zelfsturende auto's. Ik denk aan zeer nauwe samenwerking, zowel met winkels als met internetwebwinkels. Daarnaast is een aandachtspunt toch de kwaliteit van levering. Ik heb zelf twee keer meegemaakt dat de postbode zelf tekende voor een pakje en dat het dan niet bij mij geleverd werd in ieder geval. En nou, in één geval heb ik een hoop klachten teruggekregen, het andere een excuusbrief. Maar ik denk dat vooral het laatste schakeltje van levering, dat moet betrouwbaar zijn. En moet een heel duidelijk aandachtspunt zijn voor Post.nl om toch die zekerheid te kunnen houden en te kunnen blijven groeien. Ja. Dus twee dingen, technologie integreren en kwaliteit van levering garanderen. Ja. Dan gaat Weekamp samen met DHL, die gaat same day delivery doen, zeg maar. Dat is met Weekamp de sponsor van jouw leerstoel. Hoe snel moet PostNL daarop inspringen? Want in Amerika, waar ik net vandaan kom, is dat zeg maar de talk of the town. Ja, dan moet je daar een onderscheid in maken. Webwinkels werken over het algemeen met een centraal magazijn. Vandaar dat we ook heel goed met DHL kunnen gaan samenwerken. De kracht van Post.nl is de fijnmazige levering. Mm-hmm. Post.nl kan hetzelfde doen met lokale winkels, met lokale partijen. We kunnen zelf binnen 1 uur levering garanderen. Door dus een heel goed netwerk hebben van zelfstandige postbestellers of pakjesbestellers. Mm-hmm. Waardoor je als je iets bestelt bij je lokale winkel, dan kan het ook binnen 1 uur bij je thuis geleverd worden. Nou, dat zou DHL nooit kunnen doen. Daarnaast kunnen ze natuurlijk hetzelfde soort dienst verlenen als DHL, waarbij ze elkaars concurrenten zullen zijn en op prijs zullen vechten. Maar vooral moeten ze zich focussen op die fijnmazige levering en distributie, waar ze heel erg sterk in zijn. Okay. Je zei al van, het is voor een heleboel producten is het 20% tot 40%. Hoe zie je het met fast food gebeuren in de komende 5 jaar? Ja, nou, ik ben altijd heel terughoudend geweest over de internet-impact op supermarkten. Dat ben ik nog steeds. Het is het afgelopen jaar 1,5% geweest. Ik denk dat dat kan doorgroeien naar 7%. Ik ben het volstrekt niet eens met ING, die praat over 30%. Wat betreft die fast foodleveringen, dat zal inderdaad gaan gelden voor een klein marktsegment. Voor een heel duidelijk te onderscheiden marktsegment. Ik noem ze de tweeverdieners, de grachtengordel en dat soort mensen. Nou, dat kom je heel die het al lang doen. Ja. Bij die fijnmazige distributie. En dan kunnen ze heel snel gaan leveren. Doordat ze kunnen werken met lokale winkels. Maar ik zie ook een mogelijkheid voor Post.nl om te gaan werken met city hubs. Of zogenaamde multidocs. Waarbij daar de voorraadpositie zit voor webwinkeliers bijvoorbeeld. Of voor winkels. Hè, de artikelen die snel lopen. Mm-hmm. En op dat moment kunnen zij heel snel winkels gaan beleveren. Als die de voorraad nodig hebben, of naar consumenten toe. En ik zie ook in België daar een ontwikkeling, dat die city hubs een belangrijk onderdeel worden van het hele retailstructuur en platform. En ja, en daar past Post.nl exact in. Oké, dan zeg je nog even technologie integreren, de drones, meneer Molenaar. Dat is toch gewoon een hartstikke leuke, gezellige PR-stunt. Dat gaat toch hier in Nederland niet gebeuren? Nou, de wetgeving wordt al aangepast. En tussen 100 meter en 500 meter komt vrij voor distributie. Ik heb het al gezien bijvoorbeeld bij de Veiling Aalsmeer. Waarbij ze al drones inzetten op het eigen fabrieksterrein. Dit gaat zeker gebeuren. En het mooie daarvan is, de lobby voor milieu bijvoorbeeld. En de lobby tegen het autoverkeer. Dat past precies. Want als je nu klaagt over al die busjes die in de stad komen. Al die pakjes die geleverd gaan worden met Audicus. En men klaagt over de vervuiling. Ervan en het milieu en de parkeerkosten. Met drones heb je het allemaal niet. Het is milieu uiterst vriendelijk. Het is ook nog klantvriendelijk, wat geleverd op het tijdstip dat je zelf wilt. Ja. Dus ik zie geen enkele reden waarom dit niet gaat gebeuren. Dankjewel, meneer Molenaar. Professor Cor Molenaar, leerstoel e-commerce in Rotterdam. Dank u.